Martien Meiland openhartig over moeilijke jeugd. Een emotionele Martien Meiland vertelt in het programma Hoge Bomen over zijn moeilijke jeugd. Het is voor het eerst dat Martien op televisie zo openhartig praat over vroeger. Dat was vreselijk. Mijn moeder is maar 45 geworden, vertelt Martien in het programma, dat zaterdagavond om 21:20 op SBS 6 wordt uitgezonden. Toen was ik 19. Dat was natuurlijk vreselijk. Ik had een heel jong broertje en zusje nog, daarom heb ik ook toen ik kapper was mijn werk opgezegd om mijn moeder te begeleiden van het ziekbed naar de dood. Mijn vader dronk heel veel en mijn moeder werd maar 45, vervolgt hij. Misschien is dat ook wel de reden dat ik zoveel mogelijk uit dat leven probeer te halen. Punt in de video bovenaan deze pagina zijn fragmenten uit het openhartige gesprek te zien. Ook spraken we presentator Jeroen van der Boom over het bijzondere interview.